Het is niet iets waar je per definitie blij van hoeft te worden, inderdaad, met de kennis van nu. Ja. Vandaag bespreken wij het item in De Wereld Draait Door over de bekering van Joram van Klaveren tot de islam. En Joram van Klaveren is daarbij zelf aanwezig, als ook Özkan Akyol. Door Matthijs van Nieuwkerk Eus genoemd. Eus, oké. Okay. Ja, ik ben hier ook aanwezig. Ja, ja. Ook aanwezig. Is, maar dan niet, het is echt meta. Is Maarten Boudry, bekend met De Bronnen. De Bronnen van de Bronnen. En De Bronnen van de Bronnen van de Bronnen. Ja. Vooralsnog atheïst. Ja. Vooralsnog atheïst. Maar een bekering is niet uitgesloten. Ook niet tijdens de uitzending. Nee. Dus, ja, blijf kijken. Aan tafel ex-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren. Ooit kroonprins onder Geert Wilders en woordvoerder islam. In welke functie hij allerlei maatregelen tegen de islam voorstelde. Zoals een boerkaverbod en een ban op minaretten. Dat woord kroonprins stoort me een beetje. Omdat het hier gaat over een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Maar het is wel terecht omdat hij een eenmanspartij leidt eigenlijk. Dat weet ik zelfs als Vlaming. Dat wilde ik meteen eraan toevoegen. Matthijs van Nieuwkerk gebruikt dit soort woorden vaak wanneer ze niet op hun plek zijn, vind ik. Dit zou hij ook prima over D66 kunnen zeggen. Ja. Uitgerekend in dit geval is het weer terecht om hem een soort kroonprins te doen. Het vervelend aan Matthijs van Nieuwkerk is dat hij ons hier geen munitie voor kritiek geeft eigenlijk. Ja, dus dat hij toevallig gelijk heeft. Even een broken clock. Ja, juist. In die dagen werd uit zijn mond opgetekend: wij willen geen islam, of in elk geval zo min mogelijk islam in Nederland. Keiharde anti-islampolitiek was dat. Dat was vroeger, moeten we nu zeggen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want gisteren werd bekend dat Joram van Klaveren zich heeft bekeerd tot de islam. Hij was van plan een boek tegen de islam te schrijven, maar bij bestudering van de bronnen kwam hij erachter dat de islam eigenlijk voor hem het ware geloof is. Eus schreef vanochtend een harde column in het AD. Eus schrijft: van Klaveren verdient niets meer dan hoon en medelijden. En hij verdient ook een aflevering in De Snijtafel. Ja. Wat mogelijk nog erger is dan hoon en medelijden. We kijken even naar Joram van Klaveren in een vorig leven als PVV-woordvoerder islam. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachten van vermogensdelicten met geweld. En geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout. Ja, dit is echt zo'n sensationele Hollywood-trailer met zo van die geluidseffecten op de achtergrond. The battle has begun. Ik wil nog even zeggen, die eerste uitspraak van hem: Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachten van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout. Dat komt recht uit het jaarrapport integratie van het CBS uit 2012. Voor Nederlanders van Antilliaanse afkomst was het eerste getal overigens 23,9. Ze waren niet eens de recordhouders. Nee. Ja. Maar hij had het toen al kunnen weten, dat het niet enkel die islam is. Ja. Ja. Maar de Marokkanen gaan dus wel het meest opnieuw in de fout. Meer dan de Antillianen, dat stond ook in dat jaarrapport. Ah, okay. Meer recidive. Ja. Het is echt zo van Olympische Spelen met verschillende disciplines. Ja, ik vind het even interessant om te benoemen. En niet omdat ik nou Joram van Klaveren zijn PVV-woordvoerderschap enorm wil gaan zitten verdedigen hier. Ja. Maar over deze uitspraken wordt zo meteen in de rest van dit gesprek gesproken. Ja. Alsof het allemaal gewoon hartstikke fout. Ja, vergeleken bij wat hij nu allemaal gelooft. Ja. Afkomstig uit de Koran. Is dit nog een vrij onderbouwde, rationele. Ja, precies. Ja. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. Volgens mij klopt dat ook, min of meer. Dus Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in delicten met dat karakter. Ja. De legitimatie voor deze ellende, de islam. Wat hij hier suggereert, vind ik, is die vermogensdelicten met geweld, dat antisemitisme en dat homofoob geweld, allemaal helemaal terug te voeren op de islam. Niks het is niet zo verwonderlijk dat zo iemand, wanneer hij dan in de bronnen gaat kijken, niet alles bevestigd ziet van wat hij oorspronkelijk geloofde. Dus ja, precies. Het is een beetje voorspelbaar natuurlijk. Ja. Ik wil hier overigens ook nog zeggen, ook christendom is een legitimatie voor met name homofoob geweld. Ja, en niet voor vermogensdelicten, maar de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding. Hier zegt hij: de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding. Ja, dat is zo opgeknipt dat het geen kloppende zin is, maar dat ligt niet aan hem. Ja. In het algemeen denk ik inderdaad dat monotheïstische indoctrinatie van kinderen zeer negatief is. Straks bekeert hij zich terug tot de PVV. Overtuigen we hem van: eigenlijk was ik wat ik zei niet zo gek. Dank u, Snijtafel. Ja. De basis van dit probleem vormen de ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam. Dit vind ik overdreven. Dus de ongebreidelde massa-immigratie, alsof er helemaal geen beperking op zit. En alsof het woord massa-migratie ook nog niet onheilspellend genoeg is. Ja, ongebreidelde. En totaal mislukte integratie, alsof daar helemaal geen succesverhalen te vinden zijn. Hier voel ik een soort van plaatsvervangende schaamte, omdat ik denk,
Hier bewijs je ook de islamkritiek geen dienst meer. Nee. Ja, dus er zit altijd zo'n grond van waarheid in, maar net omdat het zo monocausaal en reductionistisch is, is dan ook weer... En Joran van Klaveren was, toen hij dit zei, zelf een christen? Ja, elke islamkritiek die eindigt met en daarom moeten we het christendom omarmen, of ja. En dit in tegenstelling tot het christendom, ja. Is totaal ongeloofwaardig. Ja. Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen die twee religies, maar zeker wat dat het meest schadelijke idee zelfs dat je in de islam terugvindt, de eeuwige bestraffing voor ongeloving, komt helemaal niet van Mohammed, het komt gewoon recht van het geraaskal van Jezus in het Nieuwe Testament. Ja. Je kan zelfs zeggen dat de islam begonnen is als een soort van christelijke secte. Voorzitter, ja, voordat ik begin wil ik toch even gezegd hebben dat ik het een bizar gezicht vind. Of eigenlijk geen gezicht, letterlijk. Dat hier een aantal mensen met een niqab op de tribune zitten. Ik ben heel erg blij dat we een einde gaan maken aan dit soort gekkigheid. Dat klinkt wel wat onheilspellend. Ja, we gaan een einde maken aan dit soort gekkigheid. Voor zelf maar in welke gekkigheid allemaal en hoe daar aan. Minder. Ja. Ja. Hij is opgestapt uit de PVV, kort na dat minder. Ja. Dus hij heeft wel zijn... Dat was zijn eerste barstje in zijn wereldbeeld, blijkbaar. Hoe kijk je hier nu naar... Ja, het zijn natuurlijk geen onbekende beelden, dus ik heb die beelden wel vaker gezien. Dit gaat hij heel vaak doen, dubbele negaties. Het zijn geen onbekende beelden, als een manier eigenlijk om iets eufemistisch te zeggen. George Orwell zei ooit, de niet ongrote hond zat op het niet ongroene gras. Het is ook geen antwoord op de vraag, wou ik nog zeggen. Dus Matthijs van Nieuwkerk vraagt, hoe kijk je nu naar? En hij zegt, ik heb het vaker gezien. Dat begrijp ik, maar met de kennis van nu en met de bekering, zou je kunnen zeggen, heel voorzichtig, mild gezegd, in verlegenheid kijk ik hier nu naar. Of... Ja, het zijn inderdaad, ik heb dat ook al eerder aangegeven, het zijn geen vleiende woorden natuurlijk. En het is niet iets waar je per definitie blij van hoeft te worden, inderdaad, met de kennis van nu. Het is niet iets waarvan je per definitie noodzakelijk altijd overal blij mee moet zijn. De ontkenning van zo'n totale uitgegrote overdrijving, die dan net heel eufemistisch lijkt. Ik vind dat hij nu al wel spreekt als een soort van wollige, zalvende theoloog. Dus dat discours heeft hij zich wel al eigen gemaakt. Zo. Ja. En je weet dat hij waarschijnlijk van zichzelf vindt dat hij nu heel genuanceerd is. Ja, kijk, natuurlijk. Het is niet zwart, het is ook niet helemaal wit. Het is een beetje grijs. Ja. Het is niet helemaal ongrijs. Mijn eerste studiedag was op 11 september 2001. Dus dat was 9-11. Dus dat is natuurlijk mede iets dat je vormt. Evenals je gereformeerde opvoeding, wat je toch een bepaalde kijk op de wereld meegeeft. Nou, ja, die combinatie die heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik bij de PVV terecht kwam. Ook, ik kwam daar gewoon terecht. Ja. Het overviel hem. Ja. Het zal allemaal passief zijn. Dus hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat hij doet. Een knikkerbaan. Plots stond hij daar, ja. Inderdaad. Toen rolde ik in het PVV-bakje. En ook nog zelf tutoyeren, hè? Dus heel dat je in plaats van... Ja. Dat is ook een manier waarop je afstand neemt van je eigen misdrijven of wat. Dus schuldbewuste moordenaars die spreken ook in passieve zin over de ander. En toen werd het mes in hun lichaam gestoken. Ja. Moordenaars en voetballers doen het hele tijd. En als je daar nu op terugkijkt, ja, dan zijn dat natuurlijk ook een aantal factoren waar je zelf niet echt de hand in hebt. Dus het traject aan zich, daar kan ik ook niet zeggen dat ik daar spijt van heb. Hij rolt in het traject naar beneden. Precies, en helemaal op de bodem van de put, daar ligt de Koran. We hebben nu al doodsbedreigingen gekregen. Het is des te ironisch, omdat hij de woordvoerder was van Geert Wilders. Hij is niet eens de woordvoerder van zichzelf. Weet je nog wie het was, die jongen die daar sprak in de Tweede Kamer? Ook weer een toepasselijke vraag, zonder dat hij het zelf wel lijkt. Weet je nog wel wie het was? Maar misschien dat Matthijs van Nieuwkerk het nou gewoon doorheeft. Misschien detecteert hij het wel, wat wij ook detecteren. Ja. Maar... Misschien onderschatten we. Ja, natuurlijk weet ik wie het was. En ik bedoel, het is niet zo dat alle elementen die ik ooit aan heb gestipt per definitie nu onjuist zijn. Alleen ik denk dat de analyse wat betreft de basis en het fundament van datgene wat je ziet wat misgaat in Nederland, dat niet per definitie in de islam ligt. Niet per definitie? Ja, daar kan je nog alle kanten mee uit. Hè. Daar kan je nog altijd zeggen, ja, het is slecht wel bij de islam, maar niet per definitie. Niet automatisch, niet altijd overal. Wat was het moment, misschien een parabel, misschien een zin, misschien een hoofdstuk, waarvan je zegt, ja, daar begon de vonk over te slaan in de richting van misschien is het wel gewoon mijn religie. Dat is een interviewtechniek die ik vaak zie. Proberen één specifiek moment te vinden waarop het gebeurd is. Mm-hmm. Dat soort bekeringsnarratieven draaien daar ook rond. Hè? Dus bij Paulus is het echt Saulus die van zijn paard valt, letterlijk. Mm-hmm. En dan plots het licht ziet. Of hij wordt door een bliksem getroffen of wat dan ook. Dus het zou in principe kunnen dat hij plots inderdaad zo'n slag van de molen heeft gekregen. Hier sta ik en ik kan niet anders. Dus weer opvallend, dat is ook een traditie aan het worden nu in deze aflevering.
Matthijs van Nieuwkerk doet iets wat hij volgens mij heel vaak doet, wat heel veel mensen doen. Maar hier toevallig terecht is. Hier toevallig, als het gaat over een religieuze bekering, ja, van toepassing. Je kan hem echt niet schudden, hè, Casper. Dat lag niet zozeer in de islam, dat lag meer in het christendom. Ik ben, wat ik net aangaf, van huis uit niet dat we nou heel zwaar gereformeerd waren, maar we zijn wel gereformeerd opgevoed. Mm. Dus je krijgt een bepaalde manier van denken mee. En als je wat ouder wordt, dan zijn zeg maar de echte dogmatiek, en dat gaat dan over bijvoorbeeld de drie-eenheid, de erfzonde, is Christus inderdaad God zelf? Moest er iemand sterven aan een kruis voordat God kon vergeven? Als kind zijn dat nou niet echt bepaalde thema's waar je mee bezig houdt. Je wordt er gewoon mee opgevoed en dat komt mee, ook cultureel gezien. Alleen naarmate je ouder wordt en je probeert dat te doordenken, dan begint daar de twijfel. En met het loslaten van die dogmatiek en die dogma's en de beleving die je erbij hebt, dat opende eigenlijk de deur zeg maar, naar opnieuw kijken. En vooral het wegvallen zeg maar, van het gereformeerde kader. Het voordeel aan de islam is dat ze minder onzinnig is dan haar onzinnige zusterreligie. Hm. Ik vind Return of the King toch een iets betere film dan The Two Towers. Ja. Ja, en atheïsme is blijkbaar geen optie, dus ja. Ja, ja, het is, sowieso, ja, als je vertrekt van de premisse, je hebt sowieso een heilig boek nodig, waar je moet dan onderwerpen en zo. Ja, dat vind ik trouwens ook wel. Dus ik vind ook echt wel dat als je dan toch een religie moet kiezen, puur wat de samenhang betreft en de coherentie, is de islam gewoon een eenduidige religie. Mm. Dat knettergekke christendom met die drie eenheid en dan die vader die zijn zoon stuurt naar de wereld, die dan sterft voor onze zonden. Maar de islam is gewoon één God en een rij profeten, en dan is het de laatste, de zegel der profeten. Niks zoon van God of drievuldigheid of wat dan ook. Ik beschrijf dat proces ook in dat boek. En ik geef ook aan dat zeg maar, wat we hier zien, en ook de extreme variant van de islam, hè, vooral gevormd door het wahhabisme uit Saoedi-Arabië, dat is eigenlijk de islam die steeds naar voren komt. Dat is ook de islam die je ziet in conflict situaties. En dat is de islam waar je op reageert. Dus eerst zegt hij, het salafisme heeft alles met de islam te maken. Mm. Het salafisme is het ware gelaat van de islam. En nu slaat hij over naar, het heeft niks met de islam te maken. Dit is gewoon een extreme vorm. En de ware islam die is daar volledig vrij van. Hij zegt wel, een extreme variant van de islam. Ja, dus je zou precies, kunnen zeggen. Maar hij gaat dus heeft een stuk in NRC geschreven. Dat echt door Karen Armstrong of zo. Dus een religie-apologeet zou kunnen geschreven zijn. Mm. Waar hij echt zegt dat de ware islam vredelievend is. En dat Mohammed altijd zeer coulant reageerde op kritiek en op spot van anderen enzovoort. Mohammed toonde zich steeds weer de meerdere van zijn vervolgers. Niet door geweld te gebruiken tegen hen die hem bespotten of beledigden, maar juist door geen invulling te geven aan de basale gevoelens van vergelding. Dus echt het volledige tegenovergestelde. Dus alles waarvoor hij nu bekend staat en wat aan hem wordt toegeschreven, is allemaal niet waar. En het is dit krachtige voorbeeld van sereniteit, zelfbeheersing en naastenliefde dat wel eens het beste antwoord kan zijn. Allee, dit is zo'n stomzinnige ontkenning van op zijn minst de verhalen die er zijn over die Asma Bint Marwan bijvoorbeeld, die dichteres die ooit met Mohammed gespot heeft en die volgens een of andere hadith dan vermoord is op bevel van Mohammed. Mm. Dus dat is ook zo'n overlevering. Dus wat hij nu gewoon doet is, ja, waarschijnlijk heeft hij hier en daar wel een vredelievend verhaaltje gevonden waarin Mohammed dan gewoon waardig blijft. Goeie bij was. Ja, en een goede bij was inderdaad. En nu is dat is dan de ware islam voor hem. Zelfbeheersing, sereniteit. Mm. Dus daar waar hij vroeger vond, nee, dus die gewelddadige islam, dat is de ware islam, zegt hij nu, nee, die vredelievende islam, dat is de ware islam, en de andere is gewoon een soort van verbastering. Dus het is gewoon een pure flip-flop van wat hij toen dacht. En het is allebei even onzinnig, of even reductionistisch. Ja, maar in mijn omgeving voelden heel veel mensen zich gestigmatiseerd door de uitspraken die u deed in de Kamer. En nu zegt u eigenlijk, ik ben nu pas de bronnen van de bronnen gaan raadplegen bij het schrijven van dit boek. Ja. Dat heeft u kennelijk niet gedaan in het parlement toen u woordvoerder was. Maar dat weerhield u er niet van om toch die stevige uitspraken te doen. Ja, absoluut. En dan denk je van, hoe moeten wij nu de volksvertegenwoordiger Joran van Klaveren beoordelen met terugwerkende kracht? Dat was dus eigenlijk iemand die helemaal geen verstand van zaken had. Alleen als de huidige Joran van Klaveren gelijk heeft, vindt Alkjol dat. Ik denk dus dat hij hier gewoon meestapt in het nieuwe wereldbeeld van Klaveren. Mm. Laat ons nu aannemen dat je nu echt het licht hebt gezien. Dat moet je nu van jezelf vinden. Dat wat je vroeger zei gewoon totale onzin was. En dat je helemaal niet wist waarover hij het had. Mm. Ja, nee, dan ben ik het helemaal met Alkjol eens. Maar als Alkjol bedoelt te zeggen, nu zie jij eindelijk wat ik zie, en nu moet jij je schamen, vind ik, dan lijkt hij zelf een moslim, wat hij niet is. Ja, precies. Toen ik het gesprek voor de eerste keer bekeek, en ik ook dus niet wist dat hij zelf atheïst was, ging ik er wel vanuit dat hij een moslim was. Hij lijkt een beetje de toon aan te slaan van, ja, told you so. Wat ik wil zeggen, denk ik, is dat ik in alle kritiek die ik op Van Klaver heb gezien, in de interviews met hem, niet één keer een antitheïstisch weerwoord heb gezien.
Ja. Dus of het zijn christenen die zeggen je moet christelijk blijven. Ja. Of het is atheïst, weliswaar, Akjol, die zegt je moet nu je schamen voor je PVV-verleden. Wat ja. ik op zich een terecht punt vind. Mm-hmm. Maar nooit iemand die zegt ja, je stapt van de ene bullshit in de andere. Mm-hmm. Nee, nogmaals, waar je op reageert. Ik had nu pas de echte kennis. Ja, kijk, en dat is misschien wel goed om aan te geven. Er is een bekend voorbeeld, zeg maar, binnen de islamkritische scene, zeg maar, om het zo te noemen. Maar ook bij de extreme variant van de islam, hè, Wahhabieten. Dat is een verhaal over de Joden. Er zouden 600 tot 900 Joden op een zeker moment onthoofd zijn door Mohammed en metgezellen. Dat verhaal dat is terug te voeren op een islamitische bron. De eerste, dat is de Sirat, dat noemen ze de eerste biografie over Mohammed. Dus wat je leert op de academie, zeg maar, in de academische zin. Er is een islamitische bron die dat stelt. Dus het vormt onderdeel van, zeg maar, het hele pakket. Wat je vervolgens kunt gaan doen, en dat heb ik inderdaad niet gedaan. En dat wordt dit een antwoord op ja, dat wordt een antwoord hierop. Dat is dat je de bronnen van die bronnen gaat controleren. En waarom, wat dan blijkt waarom, later... Waarom heeft dat toen niet gedaan? Ze zijn allebei heel ongeduldig, omdat ze gewoon willen dat hij antwoordt op de vraag. Maar ik ben wel benieuwd naar dat verhaal, want ik ken dat verhaal. En dat is inderdaad een van de meest onderzwekkende verhalen uit die traditie. Dat hij, denk ik, de mannen heeft afgeslacht en dan de vrouwen tot slaaf heeft gemaakt. Hoe gaat hij daar nu mee om? Dus je komt het nooit te weten, want dus hij probeert het een aantal keer uit te leggen, maar hij wordt telkens onderbroken. Özkan Akyol zegt hier, waarom heeft hij dat toen niet gedaan? Hè, dus waarom heeft hij toen niet die bronnen gecontroleerd? Mm-hmm. Het is op zich niet zo vreemd, vind ik, dat Van Klaveren de officiële academische lezing op dit punt heeft overgenomen. Maar ik zou hem dus eerst laten uitleggen, ja, maar wat is nu zijn nieuwe inzicht over dat verhaal? Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Nee. Ja. Ik wil graag weten wat nu dan zijn nieuwe inzicht is, maar op zich... Ja, want hetzelfde geldt, zegt hij zoiets van, ja, goed, er zijn er een paar vermoord. Zegt hij zo een of andere verontrustend apologetische excuus. Ja, zou kunnen, maar dat is niet de kritiek van Akjol. Akjol lijkt er bijna maar van uit te gaan dat hij nu een betere kijk heeft op die genocide dan hij toen had. Ja, precies. En waarom heb je die nu pas? Het is afhankelijk van de inhoud. Dus als het inderdaad over een academische consensus gaat... die hij toen niet in vraag heeft gesteld en waar hij nu onderzoek naar heeft gedaan, dan vind ik zijn eerdere positie eerbaar. Ja, je kan niet alles gaan onderzoeken voor jezelf. Als hij toen gewoon een of ander extreemrechts fabeltje heeft herhaald... Ja, maar dat is het niet, want jij kent het ook, toch? Ik ken het ook niet, precies. Het is een verhaal of dat... Jij neemt het serieus, bedoel ik. Je kent die alleen, maar je neemt het serieus als een... Het is een serieus probleem voor islamapologeet. Dus meestal gaan ze het verhaal zelf niet ontkennen, maar gaan ze zeggen dat Mohammed eigenlijk niet anders kon dan omdat hij zo bedreigd. Maar dat kun je dus alleen maar beoordelen als je hem zijn verhaal laat doen. En dan laten ze hem hier niet doen. Wat ik wilde doen, is dat de bronnen... controleren op de bronnen, dat is iets wat soms lastiger gaat dan je in eerste instantie denkt. Als het gaat bijvoorbeeld om oud-Arabische teksten, niet iedereen spreekt oud-Arabisch en zeker kan je niet altijd lezen. Ja, dat is ook echt onzin. Ik bedoel, je hoeft geen Arabisch te lezen om kritisch te kunnen nadenken over de tradities van de profeten of de Koran of wat dan ook. Dat is ook een beetje een islamitisch argument eigenlijk. Ja, precies. Dus hij heeft zich die argumenten nu allemaal toegeëigend. Dus niet alleen in zijn manier van spreken, maar een zalvende theologische toontje. Maar ook van, kijk, je kan eigenlijk alleen maar meespreken als je Arabisch kent. En nu ken ik Arabisch, dus nu heb ik het licht gezien. En jullie, sorry, dan moeten jullie ook eerst maar Arabisch leren. Maar dit is voor mij ook wel een teken dat hij het echt meent met zijn bekering. Want hij gebruikt inderdaad ook dezelfde bullshit-argumenten van echte gelovigen. Daarbuiten, en dat is belangrijk, je standpunt is voor die tijd bepaald. Dus dat kleurt, zeg maar, datgene wat je zoekt. Hè? Het is vaak dat mensen lezen wat ze graag willen lezen. De confirmation bias lijkt hier te beschrijven. Mm-hmm. Daar ben ik het mee eens. Dat vind ik wel een goed en eerlijk punt dat hij maakt. Van ik zag islam als de vijand. Ja. En daardoor zocht ik de bronnen die dat bevestigden. En ik ben min of meer per ongeluk gestuit op bronnen die dat ontkrachten. Ja, precies. Maar hebben we nu enige aanwijzing dat hij nu niet meer vatbaar is voor diezelfde denkfout? Dat hij nu niet leest wat hij graag wil lezen, maar dat hij gewoon leest wat er staat? Ik bedoel, het lijkt er gewoon op alsof hij nu gewoon iets anders wil lezen en het dan ook gewoon leest. Maar voelt u zich ook niet verantwoordelijk voor de sterk gepolariseerde maatschappij momenteel? Want als ik inderdaad een column schrijf over u, moet ik zeggen, u heeft een nieuwe fanbase, gefeliciteerd. Dat zijn allemaal agressieve jongens en meisjes met een Marokkaanse en Turkse achtergrond, die me vandaag de hele dag hebben lopen uitschelden. U bent een nieuwe held. Maar ik dacht, ik kan u dat niet kwalijk nemen. Maar wat ik u wel kwalijk kan nemen is dat u die debatcultuur heeft veroorzaakt in Nederland. Mede heeft veroorzaakt, natuurlijk niet alleen. Maar dat die extremen, of soms tenminste, dit zijn maar extremen. Dat PVV is redelijk extreem in sommige standpunten, deze mensen ook. U bent daar mede verantwoordelijk voor. En het gekke is, u gaat van de ene naar de andere kant alsof het niets is. Je zou kunnen zeggen dat Joram van Klaveren inderdaad van de ene naar de andere kant is gegaan. Mm-hmm. Want hij is van christelijk anti-islam naar moslim gegaan. Mm-hmm. Maar
als ik er langer over nadenk, dan ga ik me steeds meer afvragen in hoeverre Van Klaveren echt van de ene naar de andere kant is gegaan. Misschien toont zijn transitie juist aan hoeveel beide kampen op elkaar lijken. Ja. Ik moet hier ook denken aan Van Klaveren's opmerking dat de buitenwereld zijn transitie ziet als een overgang van de PVV naar de islam, maar hij zelf als een overgang van het christendom naar de islam. PVV en islam zijn twee behoorlijk verschillende dingen. Maar christendom en islam lijken behoorlijk op elkaar. Ja. En je zou ook kunnen zeggen dat die van rechtsconservatief naar rechtsconservatief gaat. Religieus rechtsconservatief naar religieus rechtsconservatief. Ja. Alleen een andere kleur. Een andere invulling, ja, precies. Het is wel opvallend dat u, je zou het opvallend kunnen noemen, dat u warm wordt ontvangen in de moslimgemeenschap. Saïd Bouharou, raad van de Marokkaanse moskeeën, daar zit hij in. Citeer hem nu. Binnen het geloof is er extra veel waardering voor mensen die als niet-moslim geboren zijn, maar die tijdens hun leven de islam gevonden hebben. Ik zou misschien ook zeggen, binnen de atheïstische gemeenschap is er extra veel misprijzen voor mensen die niet in een geloof geboren zijn en die het dan toch later in hun leven aannemen. Dus heeft u een warm welkom gevonden. En dat verbaast jou waarschijnlijk, Eus, of niet? Nou, dat verbaast mij inderdaad heel erg, omdat deze meneer mede schuldig is aan het huidige politieke klimaat in Nederland. Als oogappeltje van Geert Wilders regelmatig goed met het beltje wist te hakken. En nu opeens omarmd wordt door heel veel moslims, van wie ik het idee heb dat zij ook niet erg veel zin hebben om mee te doen in de maatschappij op een manier die de gemiddelde Nederlander voor ogen heeft. Ik vind hem hier wel heel sterk. Ja. Ook de manier waarop het oogappeltje van Geert Wilders, bijltje hakken en zo. Ja, en dan mogen die geen zin hebben om mee te doen. Beetje alsof ze niet meedoen met Monopolie. Vind ik leuk, ja. Juist, ja. Als we gewoon het bord op de grond gooien. Dit vind ik mogelijk Akjol's beste opmerking. Omdat hij hier heel duidelijk maakt dat Van Klaveren de ene foute club ruilt voor de andere. En niet de suggestie laat bestaan dat Van Klaveren nu bij het juiste eind heeft. Of bij het rechte eind heeft. Ja. Terwijl hij dat eerst niet had. Ja, en ik begrijp ook zijn frustratie ook nu beter, omdat hij dus aangevallen wordt vanuit die twee kampen. Hè? En dat er dan plots overlopers zijn van het ene kamp naar het andere kamp. Ben je er ook verbaasd over? Hè? Nee, ik vind het natuurlijk mooi dat je in eerste instantie natuurlijk meteen ziet dat er een reflectie is. Ook van blijkbaar een idee binnen de islam dat vergevingsgezindheid centraal staat. Ja, als je even alle godsdienstoorlogen, executies voor blasfemie, preken over hel en apocalypse wegdenkt. Ja, ja. Als het inderdaad vergevingsgezindheid is, dan is het precies de vergevingsgezindheid die ik zo verwerpelijk vind aan godsdienst. Je mag alles flikken of van alles, zolang je maar trouw zweert aan mijn God. Vind je dat die vrouwen die daar helemaal bedekt zaten, vind je dat ze nu wel bedekt mogen zijn? Goeie vraag. Ik ben nog steeds niet echt een heel groot fan van de burka's, dat de vraag is. Ja, hij is al een echte apologeet aan het worden. Ja. Geen groot fan van de burka. Maar meer gewoon omdat ik denk dat het intermenselijk. Maar dat hoort wel bij jouw geloof nu. Nou, dat is een onderdeel van een stroming. Alleen nogmaals, dat is de islam, en dat schrijf ik ook in het boek, is een stuk breder. En wat je ziet bijvoorbeeld, het dragen van een burka is niet iets wat traditioneel in de meeste islamitische landen voorkomt. Dus je keurt het af. De apologeten hebben soms natuurlijk een punt. Het klopt inderdaad dat de burka gewoon een geëxporteerd ding is uit Saudi-Arabië enzovoort. En dat dat in de meeste moslimlanden tot voor kort helemaal niet voorkwam. Dus als ze een goed punt kunnen maken, zullen ze het ook wel doen. Het is alleen als je ze klem zet met het verhaal over de slachting van 600 Joden of zo, dan komen de slechte punten. Ja. Het is niet mijn utopia. Ik vind dat toch klinken alsof je al op het punt staat om het te gaan verdedigen, hoor. Die spleet, dat is misschien een beetje te vergaand. Ja. Maar zo volledig lichaamsbedekkend, dat je nog een neus ziet, dat is dan misschien wel zijn utopia. Doe me denken aan een islamist die een keer bij Paul Witteman zat, ik weet zijn naam niet meer, die over stenige van overspelige vrouwen zei, ik vind het niet smakelijk. Dat vond ik niet smakelijk. Tariq Ramadan zei destijds in een debat met Nicolas Sarkozy dat er misschien wel een tijdelijk moratorium moest ingericht worden op steniging van afvallige vrouwen. Even omdat Geert Makker zit. Geert, je luistert naar deze confrontatie. Wat denk jij? Nou, ik vind het wel terecht dat je deze vraag stelt, hoor. Die moeten gesteld worden. Maar ik vind het aan de andere kant toch ook wel heel moedig om te doen wat jij gedaan hebt, Joran. Zou wij het ook even moedig gevonden hebben als iemand de omgekeerde beweging had gemaakt? Dus als hij zegt, het is moedig om van mening te veranderen. Oké, dus als een moslim gewoon plots afvallig wordt en lid van de PVV, zou je dan ook zeggen, moedig? Ik zou nog zover Mak gelijk kunnen geven dat het moedig is van Van Klaveren, omdat hij narigheid kan verwachten uit de PVV-hoek. Maar verder kan ik geen enkele reden bedenken waarom dit moedig zou zijn, tenzij je oprecht blij bent met zijn bekering tot de islam. Ja, dat zijn de zogenaamde believers in belief. Hè? Dus
Ik ben zelf niet gelovig, maar ik vind het altijd goed dat iemand... Want eigenlijk zeg je wel degelijk, ik was totaal mis. En, nou, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt een aantal dingen waren niet zo vrij, zegt hij. Maar hij neemt er niet volmondig afstand van. Dat heb ik niet gehoord. Maar... Ik denk dat Geert Mak heel graag wil horen dat de zon daar helemaal tot inzicht is gekomen enzovoort. Maar dat zegt hij niet met zoveel woorden. Het is veel dubbelzinniger en complexer dan dat. Hij heeft niet volledig afstand genomen van alles wat hij bij de PVV heeft gezegd. Hij wil alleen niet meer zo... fel naar de islam wijzen als hij toen doet. Hij neemt meer volledig afstand van het christendom. Ja. Dus daar neemt hij behoorlijk volledig afstand van. Ik denk dat daar het boek vooral ook over gaat. Over hoe hij het christendom niet meer trok. Ja. En daar neemt hij afstand van. Maar ik denk dat dat Geert Mak niet zoveel boeit, eerlijk gezegd. En mij ook niet. Nee, dat is ook niet zo moedig. Ja. Nee. Moedig is om God helemaal te verlaten. Ja. En op je eigen benen te staan. Maar de ene God voor de andere inruilen. Ja. Ja, dat is gewoon een broekzak-vestzak op de rest. Het is veel makkelijker om gewoon je gedachten te veranderen en godsdienstles te blijven geven. En dit debat gewoon eigenlijk daarvoor weg te kruipen. Tenzij je van debat houdt natuurlijk, hè? Omdat je bijvoorbeeld politieke ambities hebt. Hij heeft sowieso al die mediatraining gevolgd en zo voor een totaal andere ideologie. Maar ja, en hij heeft het nog altijd. En dat is best goed ingeschat, hij wordt omarmd, dus... Want ik vond het natuurlijk, eerlijk gezegd, ook weerzinwekkend... wat er in de Tweede Kamer allemaal geroepen en gezegd werd. Ja, ik vind het ook weerzinwekkend wat er allemaal in de Koran geroepen en gezegd wordt. Maar dat zal Geert Mak niet horen zeggen. Nee, inderdaad. Maar trouwens, hij heeft wel gelijk dat sommige zaken... minder Marokkanen, dat is weerzinwekkend, dat vind ik ook. Maar als iemand daarin van mening verandert, dat juich ik zeer toe. Geert Mak maakt expliciet, vind ik, waar... Akjol niet helemaal uitsluitsel over geeft. Hij heeft daadwerkelijk liever de moslim van Klaveren. Met PVV-ideeën intact, behalve dat hij nu een islamapologeet is, denk ik. Ja. Dan de christelijke PVV'er van Klaveren. Ja, en het lijkt inderdaad alsof die details er voor hem niet toe doen. Het is eigenlijk bijna zo de parabel van de verloren zoon die terugkomt. En verder, ik kan het allemaal uitleggen. Het is niet erg, jongen, het is niet erg. Kom. Nee, het is niet erg. Wat jij deed was zo slecht dat bijna alles beter is. Ja. En ik hoor gewoon aan de toon waarmee je nu praat, die is niet meer gaat dragen. Die is meer van, weet je wel, en je doet dit en je zit in een traject. Ja. Dat klinkt al veel beter. Ja. Ook al is het inhoudloos, ook al is het bullshit. Dat maakt me niet uit. Ja. En, je bent een beetje zoals ik geworden. Ja, precies. Een beetje wolliger. Ja, precies. Een beetje zalvender. Ja. Ja, precies. Je slaat nu de wollige taal uit die wij willen horen wanneer het gaat over godsdienst. Dankjewel. Ja, absoluut. En ik ga dan maar niet te veel in op de theologische punten, want dan zeg je straks nog iets waar ik afstand van moet nemen. Het is eigenlijk vooral bij de Geert Mak van deze wereld dat hij is thuisgekomen. Niet zozeer bij de islamisten. Het is bij de apologeten. De apologeten zijn zowel degene die in de islam zitten als buiten de islam. Ja. Gewoon de mensen die zeggen, religie is niet de bron van alle kwaad. Nee, religie is de bron van alle goed. Regelmatig, wanneer iemand antitheïstische punten maakt, zijn er atheïsten, misschien geen antitheïsten, maar wel atheïsten, die zeggen, dit weten we nou wel. Ja, ja. Ja, dit weten we nou wel. Hè? Daar zijn we nu wel voorbij. En toch blijft het mij opvallen, wanneer er een uitgelezen mogelijkheid is om die antitheïstische punten te maken en ze naar mijn idee gemaakt moeten worden, ze niet worden gemaakt. Ja, het wordt zelfs als onkies bevonden. Mocht ik daar aan tafel zitten, zou ik, maar ik weet niet of ik het zou doen, maar ik zou in ieder geval benieuwd zijn om te horen van hold on, wat geloof je precies? Eerst nog voor ik even aanval wat je gelooft, is de Koran het letterlijk woord van God? Gabriel, de aartsengel, de nachtelijke vlucht naar Jeruzalem enzovoort, de maan die doorgeklift wordt, dus eerst welke onzin geloof je nu? Welke onzin geloofde je vroeger over de verrijzenis bijvoorbeeld, die je nu niet meer gelooft? Ik bedoel, maak het even concreet en dan valt het vanzelf wel in elkaar. Ja. Dan zie je ook vanzelf hoe willekeurig dat het is om te zeggen, maar dat lege graf of zo, dat geloof ik nu niet meer. Nou, nu geloof ik wel in die vliegende paard. Ja. Want hier gaat het uiteindelijk om, hè. Dus dat verdwijnt hier een beetje op de achtergrond. Maar dus, het is gewoon één pakketje met mirakels en onzin, dat wordt ingeruild voor een ander pakketje met mirakels en onzin. Dat net iets consistenter is. Ja, blijkbaar. Ja, precies. Dan heb je op zijn minst niet die drievuldigheid en zo. Ja. Oké, klein voorbeeld. Van PVV naar anti-PVV, daar kan dan wel openlijk over gepraat worden. En daar mag je iemand het vuur aan de scheen over leggen. Ja. Maar van het lege graf naar het vliegend paard.